De Energiecentrale heeft renovatiecoaches die gratis renovatieadvies en begeleiding aanbieden. En we zijn eigenlijk een onafhankelijke dienst die vanuit de stad advies geeft aan elke eigenaar, elke Gentenaar, over het energiezuinig maken van de woning. Om tegen 2050 te voldoen aan de energiedoelstellingen. De focus ligt voornamelijk op het energiezuinigen en het isoleren van de woningen. Maar doorheen het traject is het ook vaak nodig dat klanten extra ondersteuning krijgen om ook het project te kunnen realiseren. Dus niet enkel in het aanbevelen van de juiste werken en de juiste ingrepen, maar ook in de zoektocht naar een goede aannemer, het verkrijgen van de juiste vergunningen, het zoeken naar de juiste financiering en ook het verkrijgen van de juiste premies. Dus de klant krijgt eigenlijk van A tot Z een begeleiding. Ik specifiek werk voor appartementen. Dus dat betekent dat wij renovatieadvies geven ter plaatse aan eigenaars van appartementen en ook de syndicus van het gebouw die het gebouw beheert. Met de renovatiecoach hebben we ook nagedacht hoe gaan we die voorstellen gaan brengen naar de mede-eigenaars. En eigenlijk is de renovatiecoach mee aan boord gebleven totdat uiteindelijk op de algemene vergadering de beslissing is genomen om het gebouw te gaan isoleren, als ook ventileren. Afhankelijk van het type van ingrepen dat iemand doet aan zijn woning, ook al zijn dat kleine ingrepen of grote ingrepen, de belangrijkste zaken zijn aan zich het comfort verhogen en de kosten doen zakken. Om zo die woning op korte termijn een meerwaarde te geven voor de gebruikers en op lange termijn een meerwaarde te creëren in zaken energie en comfort. De grote werken waren nodig, want dit was echt een cité-huisje, gelijk dat ja, hier al jaren en jaren en jaren stond. En nu, een hele tijd geleden, dacht ik van oké, het zit de hele transitie aan te komen naar verbruik. Dus ik dacht, het is misschien een ideaal moment voor zonnepanelen, nieuwe deuren en vensters. Isoleren en bezetten. Dus een lening genomen en eraan begonnen. Het investeren in een eigen woning blijft waardevol en rendabel voor mensen. Dus ik kan eigenlijk iedereen aanbevelen om die investeringen te doen. Merci aan onze renovatiecoach uiteraard, want zonder hem had ik het waarschijnlijk opgegeven en had gezegd, dan blijft er hier maar een mottige, lelijke gevel staan. Tampie, dan is het ook maar zo. Dus ja, goed. Dan denk ik die mens vrij dankbaar.